Hallo! En welkom bij Dynamite Magic Shop, productupdate nummer 81. Hij zegt het, 81. We hebben weer een heleboel leuke dingen. Ja, we gaan meteen beginnen. Oké, dat gaat heel snel. Ja. René. Dat ben ik. Ik heb hier een spel kaarten. Uh-huh. Wat we nu even gaan doen, is ik ga René vragen om ergens stop te zeggen. Stop. Zeker weten? Uh-huh. We hebben niks afgesproken. Nee. Mag ik die kaart even signeren? Uh-huh. Mooi, ja, normaal is het wel om slim om te scheren, maar maakt niet uit. Hallo, je hebt het gestift. Ja? Oké. Okay. Mooi. Jouw kaart. Je gaat ergens terug in het spel. Eerlijk. Mm-hmm. Hij ziet er eerlijk uit in ieder geval. Mooi. Dan gaan de kaarten terug in het doosje. En de kaarten. Ja, in mijn jaszak. Maar het mooiste is als je handen hebt. Nou, ja, bent, jaszak is een groot woord, maar oké, ja. Kun je zo de kaart er nog in één keer uithalen. En dat is de truc Swiss Army. En die kost 36,75. Het is de eerste keer dat ik hem doe. Zeg ik er even eerlijk bij, want we hebben nog niet echt tijd gehad om te oefenen. Ja. Dus zo ziet het er ongeveer uit. Zo kun je, ja, het kan, en hoe meer je doet, hoe sneller dat gaat. Ja. En het is makkelijker met een binnenzak. Je hebt nu een buitenzak, is niet aan te raden. Toch? Eigenlijk? Nee, een binnenzak is nog beter. En je kan nog veel meer, je kan super snel kaarten produceren ook uit het spel. Dus de kaarten die gekozen zijn die erin gaan, kun je echt super snel eruit draaien. Check de trailer maar even, je ziet het ook heel goed. Degelijk gemaakt. Degelijk gemaakt. Zou ik het zelf gebruiken? Nee. Maar goed, dat is smaakgevoelig. Zou ik het gebruiken bedoel ik, hè? Nee. Mm-hmm. Jij? Eerlijk, gewoon eerlijk. Er zijn andere manieren ook om het te kunnen doen, zeg maar. Ja, ja, dat sowieso. Maar die andere manieren zijn wel wat moeilijker, zullen we maar zeggen. Dit is, ja, dit is wel makkelijk. Makkelijk om te doen. Maar kijk, voor beginners, super. Als mensen zeggen, mag ik het onderzoeken? Nee. Doosje niet, kaarten niet. Mm-hmm. Alles is gegimmicked. Zeg er even bij. Maar wel slim gegimmicked. En makkelijker dan je denkt. Je denkt waarschijnlijk hoe in godsnaam is het mogelijk. En als je aan het spel krijgt, denk je... Oké. Okay. In principe kun je het uit handen geven. En dan moet je gewoon zorgen dat je een... ja, oké. Okay, maar dan kun je dit niet uit handen geven. Je moet wel, het is kant en klaar. Niks knutselen. Laat ik het even bij zeggen. Ook wel heel mooi. je leert een drietal routines leer je. Deze inderdaad waarbij je de kaart heel snel uit het spel haalt. In principe kan het echt. Je stopt de kaart in je zak. Boom. En je hebt de kaart. Zo snel kan het. Dan moet je even oefenen en dekking hebben een beetje voor je huis. Je kan inderdaad kaarten heel snel produceren. Ja, er zijn allemaal tips op over hoe je kaarten laat kiezen op een speciale manier en noem maar op. Dus uitgebreide video's erbij. Ja, ik vond het een leuk ding. En het werd flink gehyped voordat het uitkwam eigenlijk. Mm-hmm. Maar ja, daar zijn we tegenwoordig wel gewend. Dat is echt niet automatisch dat iets goed is. Maar wij moeten erop inschrijven voordat wij het ook daadwerkelijk echt mee kunnen spelen, zeg maar. Ik zou zeggen, het valt in de categorie leuk en goed gemaakt. Daar zou het bij mij aan vallen. Mm-hmm. Persoonlijk. Ja. Project Swiss Army. Ja, als aandenken. Hé, je nooit toch met kaarten bezig was. Pak even mijn eigen spel. En allemaal Phoenix kaarten. Ziet dat heel veel uitmaakt. Wil je de kaarten even schudden, alsjeblieft? Je mag je kaarten openwaaien als je wil. Ja. Ik even een keer. Jop, mag je één kaart uitschuiven, dan wordt tevens jouw keuze. Deze. Die? Zeker weten? Okay. Ja. Dat je hem niet kunt verwisselen, plaats ik hem even hier langs mijn voorspelling in een mapje. Zo. Je mag je kaart even dichtmaken. Even een doosje doen. Heb jij enig idee welke kaart jij gekozen hebt? Nee. Nee, kun je het niet weten. Nou, de Phoenix. Ja, Phoenix. Ik ga laten zien. Je hebt gekozen de... Check je kaart. 8-4. Check mijn voorspelling, die zat er al de hele tijd in. Je kiest... Schoppen 3. Nee, 8-4 staat er. Ja, dit is een Z-Fold Wallet. Ja, mooi ding. Moeten we laten zien hoe het werkt? Of we het niet doen? Voor de zekerheid maar niet doen? Nee, niet doen. Het is een Z-Fold Wallet. Misschien... Je krijgt er geen routines bij, maar ik denk dat als je... deze Z-Fold Wallet koopt en terugkijkt dat je denkt, oh, zo werkt dat. Het is makkelijk te doen
En het is een €3,95. Het is ideaal voor bijvoorbeeld zo'n truc als nu, als wat ik nu doe. En het komt sterker over dan dat je denkt, zeker bij leken publiek. Maar het is ook ideaal als jij Twisted Sisters doet, of Three Card Monten, of Wildcards, weet ik veel. Waarbij mensen achteraf zeggen, hey, mag ik die kaart even zien? Dan zeg je, oh ja, natuurlijk, dan haal je ze eruit en mogen mensen alles checken. Nou weet ik niet of het te veel is, we verkopen normaal ook van die vanillemarktjes, die kosten €1,50 volgens mij. Ja, €1,40, ja, of €1,50. Ja, en ja. Sommige mensen vragen wel eens of we ook iets hebben waar je meerdere setjes in kunt bewaren. Daar is het ook ideaal voor 3,95. Ja, maar je zou hem ook voor multiple outs kunnen gebruiken. Dus als je er meerdere van deze hebt, kun je bepaalde effecten die op de markt zijn ook in een keer heel goed namaken, zeg maar. Mm-hmm. Met goedkopere mapjes, zeg maar. 3,95 voor deze Z-Volt wordt zonder instructies verder nogmaals, maar prima ding. We hadden hier net de Phoenix kaarten. Niks bijzonders op zich, die hebben we ooit een keer laten zien. Maar Phoenix heeft onlangs ook de Large Index uitgebracht. Nou, en dat zijn toch wel toffe kaarten, vind ik zelf. Zeker als je een groter toneel of zo werk kijkt, het springt er gewoon echt uit, zeg maar. Ik zie bijvoorbeeld een harte 6 hier, als voorbeeld. Je ziet toch wel een wezenlijk verschil. En het gaat niet om de hart, het gaat echt om de pip, zeg maar. Mm-hmm. Om de getallen, de nummers, als je het noemt, indexen. Large Index. Dan zie je ook bij de plaatjeskaarten bijvoorbeeld, springt het ook wel duidelijk uit. Je hebt je harte vrouw, dan zie je echt wel dat het echt wel eruit knalt. Dus zeker op een afstandje is dat veel duidelijker. Voor de rest is het helemaal hetzelfde, achterkanten ook. Ja, dit is toevallig een blauw spel, dit is een rood, maar dat is even dat we niet door elkaar halen. Ze kosten allemaal €4,40 per spel. De afname van 10 gaat de prijs omlaag, volgens mij naar €3,50 per spel. Super kwaliteit kaarten, goed gesneden ook. Richard Turner cut. Mooi glad. Ja, mooi glad, goed papier. Gedrukt door de USPCC, de United States Playing Card Company. Prima kwaliteit. Ze zijn kaarten die we steeds meer en meer verkopen, maar ook steeds meer en meer trucs worden uitgebracht met dit type kaarten. Dus houd het in de gaten, Phoenix. Mooie spelletjes. Dus dat is dat. Jij bent die stiekem aan het doen hier? Nee, ik ben even het doosje uit aan het halen. Of de cubes uit de doos aan het halen. Dat is namelijk een nieuwe Rubik's Cube. Zo. Deze is speciaal gemaakt voor goochelaars. Met deze kubus heb je ook geen liquid of hoe noemen ze het nodig? Geen olie, vloeistoffen, glijmiddelen, toestanden. Zo, deze is echt ook heel, kijk hier, echt super soepel. Dat is ook het idee van deze kubus natuurlijk. Het is eigenlijk een speedcube die geen onderhoud nodig heeft, hè? Zo zeggen ze het. Ja. En hier kun je ook verschillende trucs mee doen. Ja, niet door elkaar draaien, ik kan het niet oplossen, hè? Maakt het niet uit. Zij is ook ideaal voor onder andere het effect Cube 3. Er komt verder geen truc bij, maar we verkopen ook de Cube 3. Zijn er trouwens stickertjes? Hebben we nog niet naar gekeken? Ja, hè? Ja, zijn ze wel toe. Ja, wat jullie zien is een effect van Cube 3. Maar je wilde alleen even laten zien dat het ook kan met deze kubus. Ja. Alleen je krijgt deze kubus zonder instructies. Ja. Dus deze is gewoon geschikt voor alle effecten waar je een voor Cube 3, voor Cube FX. Waar je de kubus voor nodig hebt. Ze zijn gewoon een super goede kubus. Ik krijg er nog speciaals bij zitten, maar voor de rest niks. Movable side panels, dus je kunt inderdaad die dingen ook nog afhalen. Dus compleet stil. Hoe zit het met die stickers trouwens? Je kunt het afstellen en alles. Ik draag hem toch eventjes af. Ben ik even stom, hè? Ik heb me verder niet even verdiept. Ja, we zijn nu in het zoeken, hè? Ik ben aan het zoeken, maar ik vraag me dat er even af. Hij staat hier hoog. Hoe wij. Ja, €10,50, dus ook niks van te zeggen. Maar je kunt hem ook afstellen en alles in hoe strak dat hij moet draaien en alles. Ik was even zoeken naar een of andere link van het filmpje of zo. Dat was wel handig erbij geweest, want, maar mij lijkt het met een stuk eraf moet draaien. Ja, dat zal ook. Waarschijnlijk dat het al daarmee te maken hebben. Maar je zou verwachten dat er dan even iets bij zit waarmee je in ieder geval kunt afstellen en dat je weet hoe je moet afstellen. Maar goed, als je je kubus koopt, zorgen wij dat je die informatie erbij krijgt. Gaaf! Ja, Cube 3 dan langs, wat hij alleen al een stukje van liet zien, is ook nog apart verkrijgbaar, volgens mij €42,50. Ook een hele coole routine.
En dat is maar een deel ervan wat je net liet zien. Dat was de HD Regular Cube. Dat is de naam. Of de RD Regular Cube, zo niet HD. RD Regular Cube. €10,50. En de papieren zakken verkopen trouwens ook. Zou ik even ja, die kopen ook inderdaad. Ook handig als je Cube 3 koopt. Of, ja, 25 stuk zitten die. Daar weet ik even zo niet de prijs van. Ik ook niet, maar het is gewoon even zo binnen. Ja. Maar check wel even de website. Daar staat papieren het zakken. Oh, René, niet meer gooien. Ja, we hebben vandaag van alles wat. En dat betekent dat we... Wat kom jij nou doen? Hallo. Dus ik doe even normaal. Hallo. Ja, ik ben geen buikspreker. Nee. Nee, dat zei ik. Ik ben geen buikspreker. En, maar dit is onze toekan-pop. Hè? Toch? Hoe kijk je nou? Ja. Ja, de carnaval mogen ze hier graag doen. Toekan-pop. Van Pextal Expressions. Dit is een starterpop. Dat wil zeggen, dit is geen latexpop. Nee, dat zei ik. Je bent geen latexpop. Nee. 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 Het is geen latexpop. Wel verstevigd die snavel, dus mijn hand zit zeg maar tot hier, maar het is echt mooi verstevigd. Hoe heeft hij je hand opgegeten? Ja, zoiets. Helemaal van stof, leuke pop, €135. En het mooie van zo'n pop is dat je eigenlijk al de aandacht hebt, de aandacht gaat er volledig naar je pop, als je pop al interessant is. Dat betekent dat je niet eens hoeft te kunnen buikspreken, al zou je een stemmetje doen. Mm-hmm. Ik vergeet nooit... een van de eerste keren dat ik Barry Merlin, die helaas niet meer onder ons is, aan het werk zag met een buikspreekpop op het podium. De hele zaal blauw van het lachen. En hij deed gewoon een stemmetje. Maar omdat die pop gewoon leeft, dat maakt het gewoon interessant. Kijk, in die pop, kijk, er zijn mensen die buikspreken. En die doen, of die niet buikspreken, die willen dan buikspreken. Die hebben dit, zeggen, weet je wel, hallo, hoe heet jij? Ik ben... En op het moment dat ze praten, gaat die pop dood, zeg maar. Nou, dat zijn kleine dingetjes. Op het moment dat jouw pop gewoon leeft... Oh, dat doet hij snel. Dus even niks. Op het moment dat die pop gewoon leeft en dingen doet, terwijl... Hou eens even op. Dan krijg je al interactie. En dan gaan, zeker kinderen gaan daar al op letten. En dan kun je, ja, al ga je bijna met je eigen stem praten, blijft die pop gewoon interessant. Nou, ik ben geen buikspreker nogmaals, maar ik wilde hem wel even laten zien. Wat eet je? Toekom... lekker. Die, nou, dus de toekom dus. De buikspreekpop van Extol Expressions. Beperkte voorraad, op is op. Neem me mee. Dat is Leon. Ik kan er niks aan doen, dat is Leon. Ja, nou, de toekan. Oké, dat was de toekan. Oké, heb je nog iets, Leon? Ik heb hier een nieuwsgeld. Daar blijf. Ja, hij zal je wel even. Okay. Je hoeft hem ook geen eten aan drinken te geven, dus dat scheelt ook weer. Ja, hij is toch wel uitgedroogd. Ik heb hier een nieuw spelkaart, de eerste indruk, een mooie achterkant. Ja, we hebben ze net open, maar ik heb ze nog niet uit het doosje gehad. Ik heb alleen het zegel net verbroken. Spiek leven, het zegel zit schild er zelf in, een kattenrandje in. Een mooie binnenkant ook. Oh. Oeh, zijn wel, moet ik er zeggen, deftige kaarten, chique kaarten. Oeh. De kleuren vind ik wel mooi, alleen een beetje skeletachtig vind ik. Mm-hmm. Zien er verder prima uit. Ik vind de achterkant zeker mooi. Ja. Art of Play playing cards. Ze hebben dat gedrukt. Of gedrukt, die hebben het ontworpen. Ja, mooi hoor. Ook de doosjes verschitterend gemaakt ook. Mooie details. Het wordt steeds gekker met die kaarten. Weet je wat nog schitterender is? De prijs. Schitterender. 16,25. Dat is ook gewoon. Doosjes zelf aan de binnenkant bedrukt, zie ik. Ja, daarom. Mooi. Heel mooi. Maar dat zie je het bijna bij alle spelletjes die uitkomen. Ja, ook de binnenkant. 16,25 voor de Seekers Playing Cards. Hey, kaarttruc? Dat is prima. Echt? Okay. We hebben een hoop kaarttrucs gehad, maar doen. Ja, allemaal ik heb een ander, kan ik anders. Ik heb ook nog terug met dobbelstenen. Drie dobbelstenen. Weet je wat? Ik heb die nodig, leggen we hem weg. Het is niet echt een dobbelbeker, maar jij mag. Ik draai hem weg. Jij mag de dobbelsteen allemaal gooien en leg je zo meteen je hand erbovenop, dat ik niet weet. Wat even één voor één. Ja. Bedenk even met je handen.
Ja, maar ik bedek het met mijn handen. Heb je bedekt? Kijk, ik laat even iedereen zien. Ja. Oké. Okay. De rode dobbelsteen ligt met de 3 omhoog. We hebben nog een witte dobbelsteen. Die ligt met de 5 omhoog. En we hebben nog een zwarte dobbelsteen. Die ligt ook met de 3 omhoog. En dat klopt helemaal. Natuurlijk klopt dat. We kan ook met... Ja, zeg maar. Kan het ook met... Stel voor, ik doe dit. Die zwarte doe ik even aan de kant. Stel voor, ik doe die rode dobbelen. Ja? Zonder dat ik zelf kijk ook. Ja? Onder het bekertje. Heb je neer? Oh ja, ja. En ik pak de witte in de hand. Ja? Kun je dan niet vertellen wat ik in mijn hand heb? De witte bedoel je? Ja. Ja, makkelijk. Dat is 1 en dat is 5. Ja, je hebt hem waarschijnlijk gedraaid in je hand. Maar dat maakt niet uit. Rol nog een keer in de hand is niet het veiligste. Ja, even stiekem gedaan. Maar rol hem anders op tafel, leg je hand erop. Ja. Heb je gedaan? Oké. Okay. Even deze was trouwens 5, had ik net gezegd, hebben we nu teruggekomen nog. En dit is gewoon 2, net zoals dat je net had. Okay. Kijk even er een tram doen, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Kijk, dit is even 5 voor de duidelijkheid. Ja, wat hier ook mee kan bijvoorbeeld, is dat je, zegt mensen, dat doe ik ook mee. Is dat je, ik heb 3 dobbelstenen. 3 toeschouwers mogen elk een dobbelsteen pakken. Tussen handen leggen. Het veiligste is op tafel of ergens onder, of dobbelen, wat dan ook. En dan draai je terug om en zeg je, oké, de eerste toeschouwer heeft de zwarte dobbelsteen gepakt en die ligt op 4. De tweede heeft de rode en die ligt op 3. En de derde, de witte, en die ligt op 5 bijvoorbeeld. Dus dat kun je exact zeggen. Nou, ik heb ook al veel gezien qua elektronica. Maar dit werkt goed. Ik moet zeggen dat dit is toch echt wel bizar. Hoe snel dit systeem werkt. En je hebt niks op je lichaam, officieel geen, moet zeggen, geen trildingen, niet via je telefoon of wat dan ook. Mm-hmm. Het zit natuurlijk ergens ingebouwd, dat heb ik ook al laten zien. Als jij het zou doen, zou je het perfect kunnen doen. Ik kan het zo, jij hebt bijvoorbeeld een borstzakje, dat zou je kunnen gebruiken, laat ik even eerlijk zeggen. Heb ik niet, dus ik moet het een andere manier doen. Maar het werkt gewoon perfect. Het zijn de Mental Dice bij Marc Antoine. We verkochten het al eerder onder de naam Triple Mental Dice. Toen de naam nog niet bekend was van de Maan die het maakte, hebben we er een aantal tijd verkocht. We hebben er nu eindelijk toch wel een flink aantal op voorraad. En het is echt serieus gaaf. De ontvanger die je hebt, een visuele ontvanger. Die, ik zal het laten zien, dus deze. Ik zal niet te werk laten zien, maar dit is de visuele ontvanger. Werkt met een USB-oplader, dus dat is gewoon opladen via USB. En de dobbelstenen kun je aan- en uitzetten. Via een speciaal plaatje wat erbij gekregen. Zet je ze even op en gaan ze aan en uit. Er zitten ook zeg maar accu's in. Ja, en het is fantastisch gemaakt. Ik zal even laten zien. Kijk, Leon is tot nu de hele ontvanger even weg. Dat hebben we niet afgesproken, maar ik doe even dit nou. Leon, ik heb de zwarte dobbelsteen op een aantal ogen gelegd. Welk aantal ogen liggen boven? Ik kan gewoon zeggen dat de ene op 4 ligt, de andere op 3 en de rode ligt op 1. Dat kan ik, ik heb alles in mijn handen ook. Ik heb niks gegooid. Okay. Dus ik zal de rest ook even gooien, dan mag je het ook hebben inderdaad. Dat kun je niet weten. De rode. De rode, die heb je volgens mij 3 bovenliggen. Ja, klopt. En de witte, heb je er ook een idee van? De witte, 2. 2, en de zwarte? 3. Zie, dat is perfect. Ik heb nog niet mooier, echt geoefend. Nee, maar het is nog mooier als jij omgedraaid staat. Dan heb je de informatie al gezien voordat je omdraait. Ja, ja. Kijk, nu zit jij vol in beeld en moet jij de informatie raden. Hè? Nee, is toch? Ja, nou maar je zou kunnen doen ook zo, weet je, ik kijk niet, dan heb je ook nog een beetje dekking. Maar het is echt goed gemaakt. Je krijgt alles compleet in een mooi houten doosje, krijg je de dobbelstenen. Met de ontvanger, met de USB-kabel, met alles erbij wat je nodig hebt. Ja, het is echt degelijk gemaakt. Niet goedkoop, maar dit is echt vet professioneel. Kijk, andere versies hebben 1 dobbelsteen. Ja. En die kost al rond de €900 en hier heb je 3 dobbelstenen. Ja. En dat voor een prijs van 475? 475. Ja, geen Chinees fabrikaat. Het is Europees fabrikaat. Goed gemaakt. Ja. €475. Mental Dice. En nou heb ik hier niks meer liggen. We hadden ook niet zo superveel vandaag. Dat maakt niet uit. Het hoeft niet altijd heel veel te zijn. Er zijn nog meer dingen binnengekomen. We hebben ook met name door wat ik straks al zei. De carnaval die eraan gaat komen. En de gekke maandag die we hier afgelopen week gehad hebben. Is heel druk geweest met schmink, dus we hebben ook gewoon geen tijd gehad om video's uitgebreid te zitten bekijken.
krijgen ze normaal geen tijd voor, maar nu helemaal even niet. Dus dit konden we even laten zien. Wat carnaval betreft, dat is hier het volgende weekend, begint dat. Dit is de 10 februari, begint eigenlijk carnaval. Die 10 februari ben ik zelf niet hier, ben ik zelf in België, in Wilselen, op de tweedehands beurs voor goochelartikelen. Bij goochelclub De Kleine Joker. Superleuk. Ja, superleuk. Misschien dat je zou zeggen, daar ga ik ook wel heen. Ja, kan dat. Dat kan, ja. Ik ook. Dat kan. Nou, dan is de winkel dicht. Maar Leon is in de winkel op die dag. En ik ben in België. Dus die zaterdag geen carnaval. Waarom? Maar goed. Ik ben dus daar. Heb je wensen om iets mee te nemen? Laat het even weten. Dan breng dat voor je mee naar België natuurlijk. De carnavals dinsdag is de winkel gesloten. Ja, dan liggen wij namelijk allemaal in coma. En dan kunnen wij niet werken. Ik niet hoor, ik lig niet in coma. Nee, we gaan niet echt veel vieren. Ik ben niet zo carnavalvierder. Maar de carnaval dinsdag zijn wij dus dicht. Gaan ook geen pakketten weg. Dus alles wat je bestelt in het weekend van carnaval gaat op woensdag op de post. Woensdag vertrek ik naar Blackpool. Dat komt er meteen achteraan. Dus daar ben ik dan daar. Maar de winkel hier is gewoon open. Pakketten gaan gewoon op de post. Dus alles gaat gewoon door. Dus wij gaan in Blackpool, behalve dat we verkopen met een grote stand daar, gaan we ook op zoek naar de allercoolste nieuwe dingen voor in de winkel. Dus na Blackpool komen wij terug met een uitgebreid verslag. En coole nieuwe dingen. En de volle wagen mee deze kant op? Ja, we met de auto. Dus er kan een hoop mee. En het liefst weinig mee terug. Maar dat gaan we zien. Dat was hem, Leon. Het is misschien niet zo lang als normaal, maar nogmaals, dat hoef ik niet. Ik wens iedereen een hele fijne carnaval, zoals wij dat zeggen, vastelovend. Alaaf, hè? Alaaf. En tot update nummer 82, die overigens, die overigens niet over 2 weken zal zijn, want over 2 weken zit ik in Blackpool. Dat zal waarschijnlijk 3 weken worden, dus dan weet je dat. Volgende update pas over 3 weken. Goed. Hoi. Adieu.